Yo, Nintendo fans! De Nintendo Switch bestaat vandaag precies 3,5 jaar. En om dat te vieren wilde ik eens een keer iets anders doen dan per se een lijstje te maken van de 10 allerbeste games. Dit is namelijk een lijstje van de 10 games voor de Nintendo Switch waar ik niet zonder kan. Dus dat komt er eigenlijk op neer dat dit games zijn die ik er één keer in de zoveel tijd weer bij pak om te spelen. Het hoeft niet de allerbeste game te zijn, maar ik kan het gewoon niet loslaten. Ik zou deze games dus niet verkopen, ik zou deze games altijd bij me houden, omdat ik die gewoon nog een keer wil spelen. En ik durf te wedden dat er in dit lijstje minimaal 3 games staan die jij hier totaal niet in had verwacht. Dus laten we maar gewoon gelijk beginnen met de eerste verrassing. 51 Worldwide Games voor de Nintendo Switch. Als je al langere tijd heel veel YouTube-video's maakt, dan krijg je wel eens een spel opgestuurd van een fabrikant of een uitgever. Of misschien zelfs wel van Nintendo. En toen ik deze van Nintendo kreeg, zat er een klein geschreven persoonlijk bericht bij. En daar stond op, probeer maar een keer. Is best leuk. En ik dacht, dit zijn toch gewoon bordspelletjes? Hoe leuk of verrassend kan dat zijn? Nou, heel leuk. Zoals de titel al zegt, zitten er 51 bordspellen in deze game. En vanaf het moment dat je deze game opstart, is het eigenlijk gewoon één groot feest. In singleplayer is het leuk, maar in multiplayer is het nog veel leuker. We hebben hier op twitch.tv/Rikachu echt onwijs veel lol mee gehad met de potjes Yahtzee. Op een gegeven moment gooide zowel ik als mijn tegenstander in de eerste beurt in Yahtzee. Hoe dan? Uiteindelijk won ik het potje natuurlijk. Dat snap je wel. Capsones! Weet je wat het is met 51 Worldwide Games? Als je alle actie en het schietwerk zat bent, dan pak je deze er gewoon even bij om tot rust te komen. En als je even geen vrienden hebt om te spelen, dan wil vast buurvrouw Truus of oma Wilma dit wel met je spelen. 51 Worldwide Games is in ieder geval echt een van de grootste verrassingen voor mij voor de Nintendo Switch. Nooit gedacht dat ik dit echt leuk zou vinden, maar nu wil ik niet meer zonder deze game. De volgende game is echt een inkoppertje, maar hij moet in deze lijst. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Deze kwam op 3 maart 2017 uit als release game en nog steeds heb ik af en toe het gevoel dat ik deze game gewoon opnieuw wil gaan spelen. Ik heb er ondertussen al meer dan 200 uur in zitten en het blijft gewoon vet. Het eerste moment dat je de grot uitloopt in The Legend of Zelda Breath of the Wild blijft gewoon magisch en dat moment zou ik nog wel 100 keer willen beleven. Wat een mooi gevoel was dat. Oh, en dat moment dat je eindelijk je windzeil krijgt en dan echt de wijde wereld van Breath of the Wild in mag gaan. Het is echt fantastisch. Volgens sommige mensen is Breath of the Wild de allerbeste Zelda game. Anderen zijn het daar niet mee eens. Iedereen zijn mening, maar Breath of the Wild is absoluut een game die ik niet wil missen voor de Nintendo Switch. Dan een game die echt iedereen moet hebben voor de Nintendo Switch en dat is Mario Kart 8 Deluxe. Dit is nog steeds de best verkochte Nintendo Switch game en ik snap wel waarom, want dit is ook gewoon een van de mooiste Nintendo Switch game en dit is zoveel multiplayer fun. Letterlijk iedereen kan meedoen met een potje Mario Kart. Je hoeft niet goed of slecht te zijn om per se te winnen, want een blauw schild kan gewoon het verschil maken tussen winst en verlies. En zelfs als je niet zo goed bent en heel erg vaak verliest, dan heb ik nog het gevoel dat mensen het gewoon leuk vinden om een potje Mario Kart mee te doen, omdat het gewoon af en toe zo ontzettend random is. De balans tussen skills en geluk is wat mij betreft echt perfect. En het feit dat alle eerdere DLC en de Battle Mode erin zit, maakt dit gewoon tot een compleet Mario Kart pakket. Ik heb verschillende mensen gesproken die een Nintendo Switch hebben gekocht en toen vroeg ik altijd, wat is de game die je erbij hebt gekocht? En 9 van de 10 keer kreeg ik het antwoord dat sowieso Mario Kart 8 Deluxe daarbij zit. En dat is gewoon een hele verstandige keuze, want dit is gewoon een van de beste Nintendo Switch games. Deze mag je niet missen. Oké, hebben jullie zin in een nieuwe verrassing? Komt-ie. Starlink Battle for Atlas. En nu hoor ik je denken, deze lag laatst voor €7,50 bij de Action in de winkel. Deze game heeft niemand gekocht. Waarom zou ik hem toch moeten kopen? En waarom wil jij deze game niet missen voor de Nintendo Switch? Daar heb ik maar één antwoord op. Star Fox. Je moet deze game niet zien als Starlink Battle for Atlas. Vervang dat Starlink gewoon even met Star Fox Battle for Atlas. En speel deze hele game met Fox McCloud en niet met de andere characters. Ik moet je ook eerlijk zeggen, met die andere characters had ik gewoon niet zo'n hele grote band. Ze zijn best wel generic en ja, ik zou ook niet weten waarom je deze voor de PlayStation 4 of de Xbox One zou moeten kopen. Want die hebben geen Star Fox. Maar als je deze game gewoon
volledig met Star Fox speelt, heb je gewoon eigenlijk een Star Fox game. En een hele goede Star Fox game. Starlink Battle for Atlas geeft je namelijk heel erg veel vrijheid in wat je wil spelen, waar je naartoe wil gaan, naar welke planeet je wil gaan, wat je wil gaan doen op die planeet. En het is leuk. Het voelt lekker om te schieten. Er zijn heel veel verschillende spaceships en wapens die je kan gebruiken. Sommige zijn heel erg effectief tegen een bepaalde vijand en andere minder. Dat moet je allemaal uitpluizen en dat is leuk. Dat is oprecht leuk. Ubisoft probeerde met deze game het Toys to Life, de zogenaamde speelgoedfiguurtjes, weer tot leven te wekken. En dat was geen verstandige keus. Dat hadden ze niet moeten doen, want daarmee is de game eigenlijk veel te duur geworden. En bovendien was het Toys to Life genre toch al dood. Dus, ik zou zeggen, koop niet het speelgoed, maar koop de volledige deluxe editie online. Ga met Star Fox spelen en that's it. Dan heb je super veel fun met Starlink Battle for Atlas. Next! Super Mario Odyssey is hands down de beste platform game voor de Nintendo Switch. Dit is echt zo'n leuke game om te spelen en hij speelt ook gewoon heel erg fijn. Het gooien van Cappy voelt ontzettend natuurlijk en het bouncen op Cappy zodat je verder kan komen in je levels, dat voelt gewoon heel erg goed en het werkt lekker. Deze game kan je ook spelen naar je eigen speelstijl. Hij is binnen een uur uit te spelen tegenwoordig. Dat lukt mij niet. Ik heb hem een keer uitgespeeld in ongeveer 3,5 uur. Maar als je echte speedruns wilt doen, dan kan je deze dus uitspelen in een uur. Dus voor de speedrunners onder ons is dit een perfecte game. Maar ook voor de collectors onder ons is dit een perfecte game. Want in totaal zitten er 883 Power Moons in Super Mario Odyssey die je kan verzamelen. En ja, daar ben je wel even langer dan 20, 30, misschien wel 40 uur mee bezig voordat je die allemaal hebt. Als Nintendo Switch gebruiker ben ik gewoon heel erg trots op Super Mario Odyssey. Want dit is gewoon een van de beste Mario games, denk ik, aller tijden. Ik kan niet zonder Super Mario Odyssey. Ik wil niet zonder Super Mario Odyssey. Ik wil deze game gewoon ieder jaar even nog een keer uitspelen. En daarom staat hij natuurlijk in dit lijstje. Met de volgende game heb ik echt een haat-liefde verhouding. En dat is Overwatch. Overwatch is zo leuk als het goed gaat. En Overwatch is zo naar als het niet goed gaat. In een team van 6 spelers moet je het andere team van 6 spelers weten te verslaan. En dat gebeurt niet alleen maar door de tegenstander kapot te schieten. Uiteindelijk hoort dat er natuurlijk wel bij. Maar je moet vooral zorgen dat je bepaalde gebieden weet te controleren. Of de zogenaamde payload weet te vervoeren naar een ander punt. Iedere held heeft zijn speciale vaardigheden waarmee je de battles kan veranderen op het moment dat je naar een andere held switcht. En dat is wat het zo leuk maakt. Buiten dat je gewoon iedereen kapot moet maken, is het ook een enorm tactisch spel. En als je speelt met mensen die die tactiek niet begrijpen, dan kan het heel erg frustrerend zijn. Ik speelde laatst van 7 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts en uiteindelijk had ik 5 potjes gewonnen en 16 verloren. Hey, misschien ben ik niet de allerbeste Overwatch speler, maar zo slecht ben ik ook echt niet. Ik stond letterlijk op het punt om Overwatch te verwijderen die nacht en ik heb dat niet gedaan. Want ik had nog maar 2 levels nodig om uiteindelijk level 100 te worden. En dat is toch wel een prestatie. Dus in plaats van de game te verwijderen, startte ik hem gewoon de volgende dag weer op en ging ik weer vrolijk verder spelen. Ik kan gewoon niet zonder Overwatch. Ik vind Overwatch de tofste hero shooter ooit en die wil ik spelen op mijn favoriete console. Dus op de Nintendo Switch. Inmiddels ben ik level 100 en ga ik gewoon keihard door met Overwatch. Ik kan die game niet loslaten. Maar welke Pokémon game zou Rick nou in dit lijstje zetten? Het is Pokémon Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee. Wait, what? Waarom? Ik zet deze Pokémon games in deze lijst omdat dit mij terugbrengt naar Kanto. Daar waar mijn liefde is begonnen voor de Pokémon games. Als 12-jarig jochie ging ik met mijn Game Boy Color naar school met Pokémon Yellow en Blue. En het was fantastisch. Het was zo'n mooie tijd. Alleen, ja, die graphics die waren gewoon nog niet zo heel erg boeiend. En de graphics van Pokémon Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee zijn misschien wel de mooiste graphics ooit in een Pokémon game. Maar waarom zet ik deze nou boven Pokémon Sword and Shield? Dat komt door het shiny hunten, want het shiny hunten brengt je uiteindelijk toch terug naar een Pokémon game. En dat vond ik in Pokémon Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee leuker dan in Pokémon Sword and Shield. Ik ben nooit zo geweest dat ik per se de allersterkste Pokémon en het beste team wil hebben. Ik ben meer een gotta catch 'em all speler. Dus ik wil eigenlijk ook alle shinies die er zijn vangen. En dat ging best wel leuk en makkelijk in Pokémon Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee, want je moest gewoon een chain maken van 31 keer dezelfde Pokémon vangen en dan moest je gewoon wachten en wachten en soms nog langer wachten. En dan ineens,
bloep, daar is een shiny Pokémon. En dan moet je nog proberen om dus recht te gooien, zodat je die shiny Pokémon ook kan vangen. Nou ja, stiekem deed ik dit gewoon altijd in handheld mode. Daarin is dit veel makkelijker. Maar uiteindelijk is het dus de nostalgie en het feit dat ik elke keer toch wel weer even terug wil keren om een nieuwe shiny Pokémon te vangen, wat het maakt dat deze Pokémon game in deze lijst thuis hoort. Ik wil en kan niet zonder Pokémon Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee. Oké, volgende verrassing. Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Inmiddels heb ik deze game al 3 keer uitgespeeld en ik zou hem gerust nog een 4e keer uit willen spelen, want de humor in deze game is echt ongeëvenaard. Tot dit moment kenden we de Rabbids eigenlijk alleen maar als super irritante figuurtjes in de wereld van Rayman. Maar doordat ze er nu uitzien als Mario, Yoshi, Peach en Luigi, maakte dat dit toch wel hele grappige figuurtjes zijn eigenlijk. Vooral Rabbit Peach vind ik echt fantastisch. Terwijl Rabbit Peach bezig is om allemaal selfies te maken, moet je op een strategische manier proberen om je tegenstanders uit te schakelen. En dit zijn ook allerlei varianten van Rabbids. De humor in deze game is denk ik de grootste kracht, maar tegelijkertijd liet deze game ook kennis maken met het strategische aspect van games. Ik was nooit zo van de strategische games, ik vond het nooit heel erg leuk, maar bij Mario plus Rabbids heb ik dit echt ontdekt. En dat is ook gewoon vet, weet je wel. Een game die je kennis laat maken met een bepaald genre wat je eigenlijk nog niet kende en je er dan achter komt dat je dat genre eigenlijk op een bepaalde manier toch best wel leuk kan vinden. En daarom heb ik denk ik ook zoveel liefde voor Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Nadat de game uit was gekomen kwam er ook nog DLC van Donkey Kong en die is minimaal net zo grappig als de normale game. En ook de Donkey Kong DLC heb ik inmiddels al 2 keer uitgespeeld en die zou ik gerust nog een keer uit willen spelen. Ik kan niet zonder Mario Rabbids. Ik wil niet zonder Mario Rabbids, want ook deze wil ik gewoon om de zoveel tijd lekker nog een keer uit gaan spelen. Nog 2 games te gaan. En de eerste daarvan is Super Mario Maker 2. Hé, Rick, maar die speel je toch helemaal niet zoveel? Nee, dat klopt. Maar als ik mensen een Mario game moet aanprijzen, dan is het altijd deze Mario game. Want dit zijn gewoon ongelimiteerde Mario levels. Sommige Mario levels zijn onwijs makkelijk. Sommige zijn helemaal niet te doen. En sommige levels zijn gewoon pure kunst. Mario fans van over de hele wereld kunnen hun favoriete levels bouwen. En jij kan die favoriete levels spelen. En dat is gewoon zo fantastisch. Dat is ongelimiteerd Mario genot. Persoonlijk ben ik ook gewoon heel erg fan van de 2D Mario games. Ik vind dat heel erg leuk om te spelen. Lekker van links naar rechts in het leveltje gaan en gewoon die levels uitspelen. Ik hou ervan. Weet je wat het is? Iedereen kent Mario. En af en toe kom je bij zo'n level die je gewoon aan je andere Mario fans moet laten zien. Zo van, kijk nou wat deze persoon heeft gebouwd. Dit is gestoord. Super Mario Maker 2 hoort wat mij betreft ook gewoon echt in het lijstje. En dan de laatste game. En dit is mijn meest gespeelde game voor de Nintendo Switch. En dit had ik nooit verwacht. Animal Crossing New Horizons. Toen de aankondiging kwam van Animal Crossing New Horizons had ik zoiets van, ik weet het niet. Ik weet niet of dit echt iets voor mij is. Want ik had nog nooit een Animal Crossing game gespeeld. Ik had er totaal geen ervaring mee. En het leek mij zo suf, zo kneuterig. Zo van, ja, moet je nou gewoon een heel huis vol met leuke items gaan doen? Wat is daar nou leuk aan? Wat is daar de uitdaging aan? En je krijgt een eiland en ja, en dan? Wat moet je nou met dat eiland? Ik hou niet van bouwgames. Minecraft kom ik ook niet in, jongens. Maar Animal Crossing New Horizons is natuurlijk helemaal niet te vergelijken met Minecraft. Ik vind het gewoon zo leuk om je best te doen om je favoriete bewoners naar jouw eiland te trekken en dan voor jouw favoriete bewoners een heel leuk eiland te gaan maken. Het is een rustige game, het is een gezellige game voor tijdens de stream. En bijna iedereen die in de Rickachu Discord server zat, speelt deze game nog steeds. Er zijn zelfs superveel mensen, waaronder ikzelf, die een compleet nieuw eiland zijn begonnen. Gewoon helemaal opnieuw. Ik zit inmiddels al 400 uur in Animal Crossing New Horizons en ik zou er makkelijk nog 400 uur bij kunnen doen. Want ik wil sowieso Judy ook nog op mijn nieuwe eiland hebben. Judy, waar ben je? Animal Crossing New Horizons, jongens. Ik ben er totaal verliefd op geworden. Niet doorvertellen, maar misschien is Animal Crossing New Horizons wel mijn favoriete Nintendo Switch game ooit. Oké, dat heb ik niet gezegd. Het is tijd om af te ronden, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer toffe Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En oh ja, wat zijn jouw 10 games waar je niet zonder kan? Laat het weten in de reacties. En dan zie ik je later. Mazzel!